Welkom, u bent er, ik ben er en onze gast is er ook. En we hebben een hele speciale gast. Ik denk dat hij zowat het verste gereisd heeft. Dat is onze meest kilometervretende gast. En dat is Piet Huizentruid. Ik vind dat een mooie aankondiging, Michel. Het is toch zo, hè? Ja, het is komt helemaal uit Zuid-Afrika. Ja. Er heeft nog niemand zo'n eind gereisd. Maar, ik geef toe, het is niet speciaal voor ons. Ja, toch wel. Het is een beetje een promotour voor mijn boeken. En ik ben vereerd om hier te mogen zitten. Wel, ik ben vereerd dat je ons hebt gekozen om een babbel te komen doen. Santé. Ik drink op jouw aanwezigheid. Ik met ook. De bubbels. Proost. Voilà. Zalig, ik heb nog niet veel studios gehad waar ik start met champagne. Dus dat is ook al goed, hè? Daarvoor moet je bij mens zijn. Ja, ja. Piet. Ons programma gaat over de persoon die onze gast is. En ja, uiteraard beginnen we helemaal bij het begin. Het DNA gaan wij een beetje ontleden. Ja. En jij bent waar geboren? Wie zijn jouw ouders? Vertel daar eens iets over. Ja, ik ben geboren in Kortrijk. Mijn ouders waren natuurlijk kolonialen in Congo. Dus net na de oorlog ging het heel slecht met het vlas. En mijn vader was eigenlijk ment. To be, de opvolger van Cyril, mijn grootvader. Maar het ging slecht en toen der tijd kwam minister De Croix in alle dorpen jonge mannen overtuigen. Ronselen. Ja, ronselen eigenlijk, ja, ja, ja. Om naar Congo te gaan. En ons vader zei direct, ik ga daar naartoe. Ja, maar toch nog even zeggen, dat zit een beetje in jullie familie. Hè? Want je hebt voorouders die al in Amerika hadden gezeten. Ja, dus ik bedoel, het zit een beetje zit erin, in de genen. Het zit erin. Mijn grootvader was naar Canada getrokken om met goud francs terug te komen. En eigenlijk ook dan zijn zaak te starten. Mm-hmm. Ons vader heeft dat gedaan. Ons vader moest studies doen om landbouwingenieur te worden. En zo een koffieplantage te... Ginder al, die studies zijn ginder gebeurd. In Yangambi, hij was dan... in feite, dat is een spoedcursus, gelijk wat ze zijn. Maar binnen de 3 maanden was hij landbouwingenieur. En heeft hij dan zijn plantage gebouwd. Maar, om nu helemaal de roots te vertellen... Ja, hij was alleen. Hij was daar naartoe single geweest. Ja. Had geen vriendin en, hier? Nee. Geen lief? Geen lief. En natuurlijk, de zwarte bevolking vond dat maar niks dat een man geen vrouw had. En daar, het toeval, het is allemaal toeval, want ons vader had daar een zwaar accident en veel bloed verloren. En de dokters raden hem toch aan om naar België dat te onderzoeken. En toen was hij voor 6 weken in België, heeft hem dat bloed onderzocht, maar heeft hem ook een lief gezocht. Maar heeft hij dan zomaar iemand gekozen of was het een beetje op voorspraak van de een of andere? Het is allemaal toeval. Ze gingen uit naar Lendeleden, naar het café en ons moeder hielp daar met haar tante aan de toog. Okay. En hij zei, dat is een werkster. Die kan werken. Hij had direct zijn oog daarop laten vallen. Ja. En ons moeder vond zijn Afrikaanse dansen prachtig. Mm. En ja, het is toch wel een beetje een zeer vreemd verhaal. Want binnen de 6 weken zijn ze verloofd, getrouwd en hebben ze nog een keer een huwelijksreis naar Keulen georganiseerd, die eindelijk geëindigd is in Sint-Truiden. Dus ze zijn nooit in Keulen geraakt. Ze zijn er niet geraakt. En ze zijn blijven plakken op een of ander feest. Ze zijn blijven plakken en dan zien ze, voilà. Ja, ja. Vertrekken naar Stalinstad, wat toen der tijd toch ook niet heel eenvoudig was. Dat was met 4 tussenstops. Cairo, Libië... Italië, ik weet het niet meer allemaal zeer goed. Maar ze zijn veilig daar geraakt. Ze zijn veilig daar geraakt, maar ja, ze zijn zeer onveilig terug vertrokken. Ja, ja. Dus ze zijn, dat is natuurlijk een smet op de carrière van ons pa, die er eigenlijk nooit... Waar hij niks aan kon doen. Ik bedoel, ja, maar toch... De onafhankelijkheid was daar het ego alle blanken is zijn toch groot van een man. Ja. En zeker bij ons vader. Dat was een zeer intelligente man. En als je dan alles kwijt bent, doet dat toch pijn. Het laatste wat hij tegen mij gezegd heeft, hij nam mijn hand vast voor hij stierf en hij zei, pas op van uw geld. Ja, ja. En dat had eigenlijk niks met geld te maken, dat had alles met wat je opbouwt, verliest voilà. Het niet.
Verlies het niet. Het had alles te maken met wat hij verloren had. Ja, ja. Zie, hij wou niet dat zijn zoon dat zelf ook zou tegenkomen. Ja. Jouw oudere broer is daar nog geboren, hè? Mijn oudere broer is daar geboren. Fantastisch, daar bestaan ook foto's van. Ja, ja. Lieven is daar geboren en de iconische... voilà, familiefoto staat daar nu. Maar mijn zuster is daar gemaakt. En is, ja, maar dat is wel een... Want ze is er gemaakt en ze is in België geboren. Dus dat kind heeft veel stress meegemaakt in die buik. Want dat was echt de onafhankelijkheid. Ja, ja. En eigenlijk, angst, hè? Angst van de ouders. Angst, ja. En eigenlijk, weer ik ga het woord meant blijven gebruiken. I was not meant to be born. Omdat mijn ouders zaten in de miserie, ze hadden niks. Het was de opkomst van de pil. En mijn ouders hadden gezegd, het is gedaan met kinderen. No more. Maar mijn ouders komen uit twee gigantisch christelijke families. En het doen was om kinderen te maken. Ja, ja. En, trouwen was eigenlijk alleen maar om kinderen op de wereld te zetten. En, ja. We zien hier een foto waar jij uiteindelijk dan de laatste toegevoegd bent. Hè? Ja, maar het was toch wel door mijn grootmoeder die zei, wanneer houdt die derde maar komt? Hè? En dat was dan ik. Ja. Ja. Goed. Gelukkig. Heel boeiend. Dus we weten al hoe je op de wereld bent gekomen, maar we gaan wat muziek draaien. En je bent eigenlijk een muziekliefhebber van het wat ruigere soort, wat we niet zoveel hebben hier bij ons, maar we hebben het toch voldoende gevonden. En Eric Clapton en Gigi Cale, die zijn er alvast bij. Piet Huizentruid is onze gast vandaag, onze zeer geëerde gast vandaag. Dank Piet, u. We hebben het daarnet al gehad over Congo. Ja. Je ouders zijn hier geland, jij bent dan kort daarna geboren. En wat was dan jouw jeugd? Wat deed jij? Ja. Waar hield jij je mee bezig? Ik heb eigenlijk naar maatstaven een formidabele jeugd gehad. Hè. Mijn ouders hebben toch wel, zeker mijn moeder, de kar getrokken om heel dat Congo-debakle recht te trekken. Ik was het kleine blonde voetballertje die eigenlijk droomde van wat ze nu zeggen Champions League en wereldkampioenschap en ik moest en ik zou voetballer worden. Maar jouw vader heeft jou leren voetballen met twee voeten. Met twee voeten, ja. Hij zei altijd je hebt twee voeten, je moet ze gebruiken. En ik was eigenlijk de rechtsvoetige die links vooraan stond. Eigenlijk, mag natuurlijk niet arrogant overkomen, maar de kleine Renzenbrink, daar zit. Maar daar was ik keeper bij op mijn plechtige communie. Maar een zeer mooie jeugd, maar toch altijd met in mijn achterhoofd dat er toch iets gevoelde in onze familie dat er iets scheelde. En dat was natuurlijk mijn vader die getormenteerd was door Congo. En dat zat er toch altijd een beetje in. En daardoor, ik weet nu niet of dat daardoor is, maar heb ik toch vanuit mijn jeugd een soort minderwaardigheidsgevoel meegekregen. Omdat tot aan mijn 10, 12 jaar. Ik denk dat ik mijn plechtige communie zo voor de eerste keer helemaal in het nieuws stond. Ja, ja. Maar dat was toch... Allee, hier Pietje doet die schoenen dan. Dat is van Gietje, van tante, tante Lieve. En we moesten toch altijd zo wat afdragertjes dragen. En natuurlijk deden dat. En er was ook geen reden om daar nee tegenover te zeggen. Maar dat heeft jou wel onbewust waarschijnlijk toch wel een minderwaardigheidscomplex gegeven. Ja, je vraagt u toch altijd af. Allee, waarom staan de jongens in school in het nieuw en ik niet? Ja. En ja, het enige wat ik goed kon was voetballen. Mm-hmm. Maar toch was ik ook weer altijd de kleinste. Ja. Ja. Dus de kleinste... Daar had het dan ook moeilijk mee. Ja. Waarschijnlijk wel, ja. Hoe kweek je zoiets, een minderwaardigheidsgevoel? Ja. Ja. En ook door alle spanningen thuis was ik ook niet de slimste in klas. Ik geef dat allemaal wel toe. Ik heb gelezen in jouw boek dat jij moest en zou de tafels leren. Ja. En daar had jij het moeilijk mee. Maar we moesten of we zouden niet. Dat moest... De maandag op, dat was verplicht. En dan hadden de smart boys die gewoon recht stonden en die dat afratelden. Mm. En ik stokte altijd bij 7. En kan het nog altijd niet zijn. Ja,
ik weet wel dat 1 plus 1 3 is. Als het in de commerce is. Ja. Maar toentertijd, pedagogie van het kind, dat was toch... iedere maandag ging ik naar school met... Een zwaar gemoed. En dan zei die leraar nog altijd... Allee, Huizentruid, had nu eindelijk lukken, ventje. Maar jouw broer was dan weer een primus. Waardoor dat die leraar, en die was wat ouder... Doordat die leraar natuurlijk een klein beetje... Ja. Dat kwam dan waarschijnlijk zo over dat hij een piek had op jou. Misschien was dat niet echt, Ik heb echt leraars gehad die zeiden... Ja, goh, Huizentruidje, uw broer was toch 1000 keer beter, hè, ventje. Dus ja, ik denk, moest je dat nu in de tegenwoordige tijd toe doen... Ja, dat er toch een soort revolutie ontstaat in die school. En dan had jij ook nog... Uiteindelijk was je lagere school klaar. Je zou naar de middelbare gaan, maar jij moest nog een 7e jaar doen. Ja, maar dat is... PMS zei, die is niet klaar. Nee, die is niet rijp. Oh, pardon, niet rijp. En ik vond dat... zo vernederend, omdat ik had echt mijn best gedaan. Ik had maar 68% in het 6e studiejaar, wat eigenlijk niet zo goed was. Maar voor mij, al wat boven de 50 was, was er door. En dan maken uw vrienden plannen, en het 6e moderne. En dan kwamen mijn ouders thuis. Pietje, je mag niet door. Oeh, mag ik? Ik heb toch genoeg? Ja, maar je moet naar het 7e leerjaar. Ik wist niet eens dat bestond. Ja, dat bestond toen. En waarom? Je zijn niet rijp. En het eerste wat ik deed als kind was... Ja, maar niet rijp. En ja, dat heeft allemaal met dit en met rijp zijn te maken. Ja. En ik vroeg me, wat is dat rijp zijn? Ja, ja. En voilà, moet toch wel over een vernedering spreken in je jeugd. En ja, al je vrienden zijn weg, je moet nieuwe vrienden maken. Ja, al wie in het 7e zat, waren natuurlijk niet de bollebozen. Ja. Dus, maar zwart, je ziet dat ik er toch gekomen Absoluut, dat heeft jou niet tegengehouden. Je hebt ook in je jeugd giroman geweest. Hè? Je hebt alle stadia van de giro doorlopen. Ja, dat vond je dan toch wel leuk. Ja, want dat moet niet, hè? Dat is niet verplicht. Nee, hè? Maar dat was echt zoiets van... daar kan ik mezelf zijn, daar kan ik mee amuseren. Maar ik weet toch ook nog dat de leiders kwamen en Pietje moe, Pietje is een koppige steenezel en Pietje dit. En, had je dat niet van je moeder een beetje? Koppig zijn heb ik zeker van mijn vader. Onze moeder was de doorzetter, het karakter, het nooit opgeven. En gelijk of dat ik nu zie dat mijn zoon Best of Both Worlds van ons heeft, had ik misschien Best of Both Worlds van mijn ouders. Ja, oké. Okay. Goed, we gaan weer wat muziek draaien. We gaan eens kijken wat jij hebt gekozen. The Doors. Ja, dat is ook een beetje rebellie, hè? Inderdaad. Ja, ik weet nog goed dat die is ooit in een tv-show gezeten en hij mocht niet zingen van We Get High. Ja, nee. En hij zei, nee, ik ga dat niet zingen. Maar het was rechtstreeks, hè? Wees gerust, was rechtstreeks. En natuurlijk heeft hem het gezongen. Ja. En ik ken het wel voor koppenhaards en... Oké. Touch Me, The Doors. Dat waren The Doors in verzoek van onze gast Piet Huizentruid. Piet, je bent dan uiteindelijk naar de middelbare school gegaan, maar dan ben je op je 16e heb je een heel zwaar ongeval gehad. Ja. En dat is een turning point voor jou. Goh, mijn leven hangt vol aan toevalligheden. Ja. Ik was echt geen bolleboos. En ons moeder had toch wel zoiets van... de Huizentruiden, dat zijn allemaal slimme, intelligente mensen. Jij moet dat ook zijn. Hè? En mijn broer is een ingenieur. En mijn zuster is een biologe. Enzovoort. En ik... 68% in het 6e, dat is echt genoeg. Hè? Maar ja, dan krijg ik in het 4e economische dat verschrikkelijk accident met mijn mobilette onder een camion van een container zo. En ja, er is één man die mijn leven gered heeft. Maar en je weet nog altijd niet wie? Ik weet nog altijd niet wie. Die is voor die camion gesprongen. Die camion had dat nooit gevoeld. En ik weet nog goed dat ik zo... Ik kon niet weg. Ik zat vast en de wielen, die dubbele wielen, zijn hier gestopt. Dan... Ja, zie je wel heel je leventje passeren en weten dat Pietje de Dood klaargestaan heeft. Ja, ja. En toen ik helemaal genezen was, heb ik gezegd van...
ja, nu is het gedaan, nu doe ik echt wel wat ik wil. En ik heb eigenlijk per toeval kok gekozen. Maar misschien toch even zeggen dat en jouw vader en jouw moeder alle twee hele goede koks waren. Thuis weliswaar, maar ze waren... Zij kookten heel lekker. En natuurlijk, dat heeft mij toch wel gedreven om... Ja, ik zag niet anders dan goed eten en ik was daarin geïnteresseerd. En ons vader maakte canard à l'orange. En die, maar kijk, dat is toch niet zo algemeen? Dat is niet algemeen, dat is niet algemeen, maar toch was dat eten altijd aanwezig. En ik vond dat, ja, weet je wat, ik zal ook kok worden. Ja. Dan. Maar jouw vader heeft jou dan... Was dat op jouw verzoek dat jullie eens naar Brugge, naar de hotelschool, op een open deur of zoiets gegaan? Dat was toch op mijn verzoek. En ik had samengespannen met mijn vrouw, met ons vader, om mij in te schrijven. En een maand later komt de inschrijving binnen. En ons moeder zei, wat is dat hier? Had hij dat niet doen? Hij had nou het vierde economische. Ja, ja. En dan is het accident gebeurd. En ons moeder zei dan, als je dan toch naar een hotelschool gaat, moet naar de beste zijn. En dat was dan Kokzijde uiteraard. Ja, Terduinen zeker. Terduinen, maar ik weet ook, Terduinen, dat was duur. Hè. Mijn ouders moesten daar echt voor scharten om rond... Schrapen om rond te komen. Hè. Ja. Dus ja, de rest is een beetje geschiedenis, want... Allee, toch niet, want in de hotelschool was ik ook niet de bolle boos. Hè. Nee. Ik was er liever af dan dat ik... Ja, dan las ik in jouw boek dat je eigenlijk, als je kon, dan liep je er zo de randjes af en zei, laat mij maar afwassen. Ja, en iedereen heel tevreden, want dat deed net niemand graag. Ja, maar ik deed dat wel graag, omdat ik dan in mijn noekje zat. Ja. En ik had ook zoiets tegen dat... militaristisch, ja-chef en nee-chef en doet dit en je moet ja-chef zijn. En ik had zoiets van, mijn excuses voor de taal, maar fuck you, laat mij afwassen en laat mij gerust tegen. Maar eigenlijk, feitelijk, als je dan vooruit spoelt, ben jij zelf ook zo geweest in jouw keukens met jouw personeel. Dus blijkbaar is de grondslag toch gelegd. Ja, maar in Terduinen. Ik ga het toch een beetje nuanceren. Ja? Want als je geen straffe chef zit of niet dat militaristisch in je keuken steekt, ja, dan zit ik hier nu niet met jou een interview te doen, want dan ben ik gewoon een schaap tussen de kudde die nooit opgemerkt geweest is. Ja. Want je moet toch wel wat in die keuken hard zijn om er te komen. Ja, ja. Hey, niet alleen voor jezelf, maar natuurlijk ook voor de mensen waarmee je samenwerkt. Dat heb ik ook geschreven. Ik ben een eikel geweest, ik ben hard geweest, maar ik ben ook nog harder geweest voor mezelf. En als je dat niet doet, komt het er niet. Ja. Dan, in die periode heb je ook je vrouw leren kennen. Dat was in school en Tinneke van Eulen. Tinneke van Eulen, ja. Een foto, ik vind dat prachtig met noemen. Dat ze Tinneke van Eulen was. En, wat zei je? Geen mis, hè? Nee, dat vooral is geen mis, hè? Zeg zeker niet in Heulen dat dat een misverkiezing is. Want dan gaan ze echt gaan stijgeren. Maar het is ook geen misverkiezing. Het is echt een Tinneke van Eulen. Ja, ik heb ooit in de jury gezeten. Dus is het waar? Super. Maar wat ik wel heb opgemerkt, je bent dus naar de opleiding, de koksopleiding gegaan en je mocht al heel snel gaan stage lopen in Frankrijk, bij alle grote gerenommeerde keukens, in de keukens. Maar wanneer zagen jullie elkaar dan? Want dan was jij weg en wel, je had wel een lief thuis. Maar... Ik had een lief thuis en ik zeg altijd, we hebben 6 jaar verkering gehad en we hebben misschien elkaar maar 1 jaar gezien. Ja. Dat was altijd... Maar het zat in mijn kop en ik moest en ik zou de beste zijn. Ja. En nu weet ik dat de beste, dat bestaat toch niet. Eigenlijk kookt het toch altijd uit het hart en het moet lekker zijn. Maar ik moest en ik zou er komen en ik moest en ik zou het minderwaardigheidscomplex overwinnen door hetgeen ik toen toch best kon. Ik wist het eigenlijk niet, want ik zeg altijd talent, hoe zie je dat nu? Een chef heeft talent. Je ziet dat maar als hem 20, 22, 23 jaar is. Een voetballerke, ik hoor nog het verhaal van Kevin De Bruyne, het was 4 jaar, van Gent naar Genk, en van Genk naar Manchester City.
Maar aan 4 jaar gaan ze nooit... Nee, gaan ze nooit zeggen, Pietje hier. Hè, en jij mag naar de school van Alain Ducasse. Dat bestaat niet. Dat is toch wel een vreemd gegeven in het chef zijn. Ja. Daar gaan we dadelijk nog wat verder over spreken. Want dat is uiteindelijk de hoofdmoot van jouw leven. Ja, ja. En we gaan ondertussen nog wat muziek draaien. En je hebt Pink Floyd gekozen. Another Brick in the Wall. U kijkt nog altijd naar Hadi Misha, nog altijd bij Ment. En onze gast is nog altijd Piet Huizentruid. Piet, we zijn net gekomen bij het begin van jouw echte carrière. Dat wil zeggen, jouw eerste koken voor andere mensen. Dat was eigenlijk een traiteurdienst. Dat was een traiteurdienst. En ik was toen eigenlijk 3 jaar chef geweest bij Roger Souvrijns. Souvrijns. 2 sterren toch. Dat was toch een grootheid. En geen gemakkelijke. Maar ja, het heeft mij ook geen gemakkelijke gemaakt. Dus, Je hebt de verkeerde dingen geleerd. Ja, nee. Ik zeg toch altijd, want er zijn veel journalisten die vragen nu, zou je hetzelfde doen? Tuurlijk zou ik hetzelfde doen, anders zit ik hier niet. Nee. Zie? Maar dat was... Ik moet en ik zal op eigen benen staan. En dat is eigenlijk begonnen met de traiteurdienst. Maar ja, we zijn eigenlijk bijna gestart met een faling. Omdat ik blind van ambitie had ik iets gehuurd in Kortrijk. En dat was de totale miscast. En ik zag dat ik er opgelegd was. Oh, hey, een overname. En ja, maar je moet nog dat bijbetalen. Aha, dat zat toch altijd in de oven. Ja, dan heb je het contract niet goed gelezen. Dus dat was eigenlijk... Ja, en dan, in de naïviteit van... Ja, en dan heb ik gezien, kom nooit in contact met het gerecht, want ik heb dat huurcontract opgezegd. Maar ja, dan komt een deurwaarder van, ja, je moet hier wel 600 tust Belgische frank leggen. Dus ja, dat was eigenlijk, maar we zijn er toch binnen het jaar, hebben we dat afbetaald. En dan was het vertrokken en Vero die ging nog gaan werken. Die deed dan de vrijdagavond, zaterdagavond, zondagmiddag, deden we die traiteurdienst. Ja. En ja. Maar dat is iets wat ik in het boek lees. Doorheen heel het boek. Jullie voelen jullie zelf echt een Siamese tweeling. Hè? Maar dat is de een. Wij voelen dat niet. Hoeveel vriendinnen dat Vero heeft van. Oh, dat je zo heel je leven met je vent samengewerkt. Ik zou dat niet kunnen. En ik vind dat schitterend. Ik heb nu zoiets van in Zuid-Afrika. Goh, zo nog een klein restaurantje. En Verootje zegt. Ja, doe maar, zegt ze. Je gaat mij iedere dag zien, zegt ze. Om te komen eten. Met mijn vriendinnetjes. En ik zei, de gasten ontvangen en rekeningen geschreven. Doet dat toch? Nee. Voor haar is het een afgelopen zaak. Maar dat komt misschien ook omdat... ik spoel nu ook even vooruit. In de periode dat jij het heel moeilijk had... dat jij met een depressie sukkelde... heeft zij ook een burn-out gekregen. Ja, dus ik bedoel, ze weet hoe... dicht je bij de rand kan zitten. Ze heeft een burn-out gehad en ik wens het niemand toe. Nee. Want het is eigenlijk maar door toch de laatste 2-3 jaar lang in Zuid-Afrika te verblijven dat weg is. Dus dat is toch van 2015, dat blijft daarin zitten. Ja. En nu is het volledig weg, uiteraard. Gelukkiglijk. Maar wij hebben ons krom gewerkt en zij wil dat niet meer. En ja, ik heb toch nog altijd iets nodig om bezig te zijn. En zij zegt, doe maar. Ja, als je laat je vrij. Ja, maar ze hoeft er niet bij betrokken te zijn. Nee. Maar even terug naar waar we gebleven waren. Dus jullie zijn dan begonnen met de traiteur. Dan heb je je eigen zaak in Wortig en Petegem gehaald. Wanneer ben je dan uiteindelijk... Heb je dan beslist om het restaurant in Frankrijk te gaan doen? Wanneer was dat? Oh, Wortig en Petegem, dat was ook zo een historie van... Ja, een beetje te vroeg zijn, te inventief... En nu, als ik ergens 2-3 sterren ga eten en ik zie een tarbotje met varkenspootjes, denk ik... Allee, dat komt van mij. Nee, dat komt niet van mij. Maar jij bent wel degene geweest die dat allemaal durfde combineren. Maar vroeger kon het niet en nu wel. En dat nu is wel. Het verschil. Ja. En ja, dan is...
ook weer een toevalligheid die een televisie op mijn weg gekomen. Ja. En dan heb ik mij daar volledig in gesmeden. En als ik zeg, Zondag, ja. Daar was jouw eerste... Dat waren mijn eerste optredens. Ja, was dat met caviar of zoiets? Ja. Moest jij dus caviar gaan testen? Of wat? Er was een oude schoolkameraad die mijn doosje afkwam en dat had 5 dagen warm in zijn auto. Dat trok op niks. Maar hij zei, je kunt er wel mee op televisie komen. En dat heeft mijn... Ja, in het West-Vlaams zijn ze dat hij die woorden doen flapperen. Ja, hè. Ja. Het... Maar ook omdat, sorry dat ik je onderbreek, ik lees ook in je boek dat een van de chefs waar jij mee werkte in Frankrijk zei tegen jou dat je eigenlijk op tv zou moeten komen. Il faut mettre ta tête à la télé, ja, zei hem. Dat zei dus hij. En dat is ook waar, want hetgeen dat ik nu gedaan heb, mijn kop op televisie, iedere chef wil het. Hè? En iedere chef komt op televisie. Waarom? Om bekend te zijn. Ja, ja. Je duwt op ene knop en je hebt 200, 300, 400... En de trein gaat lopen. En de trein gaat lopen. Ja, iedereen kent u. Ja. Dus dat is ook weer een toevalligheid in mijn leven. En dan zijn we naar Frankrijk getrokken. En ja, de rest is ook weer geschiedenis. Ja. Maar de periode dat jij zo vaak op televisie kwam, hè, dus met SOS Piet, dat is toch ook geen gewone... periode geweest in jouw leven, hè? Ja, dit... Eigenlijk ben ik nog altijd een gewone jongen uit Kuurne die per toeval in de televisie gerobbeld is. En ja, dan word je plots een icoon of een SOS Piet. En jouw boeken, dat waren de eerste grote oplages van een kookboek. Ja. Nadien zijn er nog anderen gekomen, maar jij was de eerste met zo'n grote oplage. Ja, maar dat was ook omdat het het boek goed was. SOS Piet is goed. Het komt nu terug. Ik ben daar heel tevreden mee. Het is al allemaal opgenomen. Ja. Het is formidabel. Maar daar gaan we het dadelijk over hebben. Maar we gaan eerst nog eens wat muziek draaien. Ja, draai maar muziek. Ik heb dat ook graag. Dire Straits, hè? Ja, dat is altijd goed, hè? Money for Nothing. Ja. Money for Nothing. Piet Huizentruid, nog altijd hier. Piet, je bent net al begonnen over SOS Piet. Ja, dat heb je lang gedaan. Dat was ook heel speciaal. Ik kan me voorstellen dat collega's daar misschien een beetje meewarig over spraken. Ja, dat is jammer dat ze daar meewarig over spraken. Want elke chef in België weet dat er 2 Pieten zijn. Er is de chef, de sterrenchef, en er is de SOS Piet. En dat zijn 2 verschillende figuren. En ik ben er... ik heb er ook ooit moeilijk mee gehad. Maar voor mij zijn mijn 2 vrienden. En de echte Piet zit hier. Het is praten met jou. De echte Piet is ook de familieman, de gevoelige man... De man die veel meegemaakt heeft, maar SOS Piet, er zijn er die daar wat meewarig over gedaan hebben. Maar sans rancune, ik word 60, weet je wat. Jij schrijft ook in je boek dat je met ouder worden empathischer bent geworden. En dat dat ook te maken heeft met het feit dat je zelf zo diep hebt gezeten. Nadat je ontslagen werd bij VTM, heb je wat in het rond geschopt. Ja. Om het zachtjes te zeggen. Daar werd je op afgerekend. Men begon dan wat negatieve zaken te schrijven over jou. En is dat de echte reden geweest? Of is het ook een burn-out geweest? Daar is toch zeker tussen de oren dat je... je bent zo 10 jaar god geweest in Medialand. En plots met 1 uitspraak... Donder je helemaal naar beneden. En ik had dat niet zien aankomen. Ik verontschuldig mij ook rijkelijk in mijn boek voor alle domme dingen dat ik gezegd heb. Maar... Het is ook, ik ben wie ik ben en ambitieus. En ja, ik kijk dan ook in de ogen van iedereen. Iedereen is maar een mens en iedereen doet foute dingen. Ja. En ik vind het nog altijd groter dat je kunt excuseren dan het onder de mat te schuiven en gewoon we praten er niet meer over. Nee. Deze gebeurtenissen moesten ook in mijn boek. Wegens, ze hebben toch een deel van mijn leven bepaald. En ik vind het nu ook fantastisch hoe dat er bij VTM gereageerd wordt. Van, ik mag toch weer SOS Piet maken. En ik dank ze daarvoor toch op mijn blote knieën. Ja. Want, ik wou altijd mooi afscheid nemen van de gastronomie. Ik heb dat gedaan met Lee Coquet. 1 ster binnen de 5 maanden. 17/20 in Goemio. Dat is toch...
Goyimio belde ons, vous êtes dans les 50 meilleurs restaurants de la France. Dat betekent toch wel iets, hè? Ja. En ik wou ook afscheid nemen van mijn tv-publiek met wat anders dan SOS Piet. Ja. Allee, ik ben SOS Piet. Ja. En ik ben er fier op. Je bent dan, uiteindelijk heeft jouw zoon dan jouw zaak overgenomen in Frankrijk. Waarschijnlijk heb je hem wel op weg geholpen. Hij zal wel veel van zijn vader geleerd hebben, veronderstel ik. Maar dan ben jij samen met je vrouwtje Veronique, Vero, ben je verkast naar Zuid-Afrika. Wat is de aantrekkingskracht van Zuid-Afrika? Heeft dat nog te maken, denk je, met jouw vader? Met de geschiedenis? Het heeft natuurlijk te maken met onze eerste Afrika-reis. En het zijn weer allemaal toevalligheden. Ja, dat was zo mooi. En ja, Afrika zit toch een beetje in dat bloed. En dan zei je, oh, ik ga er ieder jaar terug op vakantie. En dan voelde... En toen ons ma zaliger heb ik nog geïnterviewd voordat ze stierf. Pietje, uw papa wilde ook naar Zuid-Afrika achter Congo. Want er zijn veel kolonialen die dan gewoon doorgereisd zijn naar Zuid-Afrika. Ja, ja. En ik wilde niet. Heb dat er nog wel eens kunnen dat hij daar nu zit? Dus ja, het was een goed maken. Ja, het was voor haar, in haar hart. Ja, een soort weer toevalligheid die. En natuurlijk, we wonen daar nu en ja, het is fantastisch, fantastisch. Maar, je doet niks. Wat doe je? Ik weet dat jouw vrouw... Gaan golven golft. Is toch wel iets doen, ja, hè? Ja, maar jouw vrouw golft alle dagen, zeg je. Maar dat vind jij niet genoeg voor jezelf. Nee, ik kan dat niet. Ik moet mij te veel concentreren op die golf. En ik kook ook te graag en ik geef hier en daar een kookles. En gelijk nu het boek... Daar is aan de wel, Afrikaners? Ja. Aan de Afrikaners. Ja, ons praat een beetje Afrikaans als jij... Ja. Als jij dat wel. Ja. Nee. Maar ik moet iets doen. Hè. Een boek heeft 3 jaar geduurd. Het is nu af. En er gaat wel wat nog van alles op mijn weg komen. Ik moet bezig zijn. Okay. Voilà, ik heb dat nu ook door. Ja. Piet kan niet stil zijn. Okay. We gaan nog wat muziek draaien. Je hebt er nog eentje gekozen. Talking Heads. Schitterende groep, hè? Absoluut. En een tof nummer ook, hè? Once in a Lifetime. Once in a Lifetime, dat Piet Huizert eruit helemaal van Zuid-Afrika naar onze studio is gekomen hier bij Ment. Piet, we zijn al aan het laatste gesprek, maar je zei daarnet dat je in Zuid-Afrika eigenlijk niets moet. Hè? Er is geen verplichting van iets. Maar ik weet dat jij ook schildert en dat doe jij al lang. Ik doe dat eigenlijk al 30 jaar, want ik heb mijn eerste ezel gekregen van Hans Danese. Ja, ezel, schildersezel. Aan mijn 29 jaar en ik zie mij nog mijn eerste schilderij maken op die ezel dat Vero mij verraste met een verjaardagsdiner. En dat was dan 30 worden. Dus ja, ik heb eigenlijk ook het geluk gehad om te mogen exposeren in Sint Maartens Latem in de Boutique Gallery. Van William Vazen. Van William Vazen. En dan had je daar toch één kant met de jaren 90 en dan een andere kant met de jaren nu. En dan had je nog een kant met de protestsongs. Dat is toch nog een deeltje van mij die zegt... als ik het niet meer mag zeggen, ga ik het toch op doek zetten. En dat was een schitterend succes. En ook voor mij zoiets van... ja, je geeft je wel bloot, hè, als je zo exposeert. Ja. Want sommigen zeggen wauw en sommigen zeggen... allee, wat is dat? Ja, maar aan de andere kant... als ik zie die boeken die jij nu hebt geschreven... 1 boeken met verhalen, maar met... menus, gerechten. En dan het andere boek, jouw mening, hoe jij bent, wat je hebt meegemaakt. Dan ben jij ook iemand die zich erg blootgeeft in dat boek, hè? Dat was ook de bedoeling. Als je beslist van een biografie te schrijven, nog in levende versie, dan moet je toch wel een deel blootgeven. Er zijn dingen dat je niet kunt knippen uit je leven. Maar het boek Ongezouten, de biografie, is ook een hint naar de jeugd toe. Van in zekere zin zien ze de Piet. Ja, de Piet heeft gemaakt. De Piet is gewoon een villa's. De Piet in een chique bak. Ja, de Piet in een zwembad. Maar dat gaat allemaal zomaar niet. Nee, nee. En dat heb ik ook in het boek willen weergeven. Een positief verhaal, maar toch met de boodschap van... Hey, het is niet enkel talent die telt. Het is ook werkkracht,
koppigheid, doorzettingsvermogen. Zeggen wel eens 50% is talent en de andere 50% is wat je ermee doet. Hoe je het aanpakt. Ik zou het zelfs nog een andere extremer. Percentage. Ja, een ander percentage. Omdat het talent, ja, je moet er één veel hebben. Maar het is eigenlijk maar 30% die daarin speelt. Mm. Want al de rest is... Ja, je moet ook een boekhouder zijn. Je moet, je moet een goede productkennis hebben. Je moet de prijzen weten. Ik zeg dikwijls aan talentvolle jongeren. Hè. Ik zeg op de man af, wat kost een tomat? Oh, dat weet ik eigenlijk niet, chef. Aha. Ik zei, ja, maar je zou het moeten weten. Ja. Is het 0,2 euro? Is het 0,30? Is het 0,40? Ja, ja. Is het een euro? Je moet rekenen, hè? Ja, voilà. En het begint toch bij een tomat, of bij een krop sla, of bij een bolletje peper. Want daar kan heel veel van je winst gaan. Tuurlijk, tuurlijk. Als je het niet goed berekent. Ja, hè? En hoeveel vuilzakken koop je in een maand? Want hoeveel heb je weggesmeden? Hmm. Want al wat je weggesmeden hebt... Heb je betaald? Ja. Ja, maar hebben ze betaald, hè? Ja, ja. Ik zeg altijd van, kijk, een prei die ziet er zo uit. Hè? En wat doen ze? Ze snijden het groen eraf, vuilbak. Ja. Ik zeg, nee, je hebt dat stuk ook betaald. Hè, van ja, ja, ja. Maak daar een soep mee of doe er iets mee. Dus dat was mijn ongezouten biografie. Maar dan heb je ook de gerechten die mijn... Gepeperd. Ja, gepeperd. Die mijn leven gemaakt en gekraakt hebben. Nee, je hebt zowel een croque monsieur van ons moeder... die als ze stierf, dat was het enige dat ze nog had... Pietje Heineken en een croque monsieur. Dus misschien kan je zeggen, van, dat is toch geen recept. Dus kale kous en een kale aspe. Maar ik heb de foto's gezien en ik heb het gelezen. En het water kwam in mijn mond. Ja, maar ik heb het al aan verschillende mensen verteld. Waar mama of papa toevallig ook kanker geconstateerd is. En dan krijgen ze ook direct de tranen in de ogen. Dus ja, er is ook het wereldberoemd gerecht met varkenspoot, bloedworst, kreeft, oester en rode kool die erin staat. En ik kwam eigenlijk tot de constatatie dat ik nog nooit een foto van dat gerecht getrokken had. Dus het is toch een gerecht, een boek met gerechten vol emoties. Ja. Piet, ik weet het, je zou nog uren kunnen babbelen en ik zou nog uren kunnen vragen stellen, maar ik heb tot slot nog één vraag. King Justin, is het al gedaan? Ja, 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 de tijd is op. Ja, ik weet het. Maar ik heb nog één vraag. Vraag dan nu aan je baas een uur bij, ho. Ik heb nog één vraag. Wat hebben we vandaag geleerd? Punt 1, dat je een zeer charmante dame bent. Oh, dank u. Maar het gaat niet over mij. Het gaat jawel. Punt 2, ik was nog nooit bij Ment TV geweest. En ik moet zeggen dat ik ben nog nooit ontvangen geweest met een glas champagne. En punt 3, ik hoop dat het nog een keer terug mag komen. Wel, laat ons afspreken dat bij een volgende gelegenheid je weer terugkomt. Voor dat volgende uur. Ja, voor het volgende uur. Piet, ik wens je nog veel plezier hier nu in België. En dan straks weer terug veilig naar de vrouw, moeder de vrouw, Vero. De vrouw, ja. En veel succes met de boeken. Misschien een cadeautje onder de... Kerstboom. Het is in elk geval iedereen aangeraden. Want het zou mij enorm plezier doen dat dit onder de kerstboom ligt. Omdat dat langs de ene kant een verhaal en dan ook de recepten. Er zijn veel recepten die al geschreven zijn, maar het geheel vind ik toch wel... Het zijn prachtige boeken. Ik heb ze al gezien, dus ik kan eerlijk zijn. Ja, dames en heren, het is gedaan. Ja, ik heb het al gezegd, we moeten afscheid nemen van Piet Huizentruid. We sturen hem straks weer terug naar Zuid-Afrika. Maar u stuur ik niet weg. Blijft u vooral in België, want anders bent u er volgende week niet. Want ik ben er in elk geval. Tot dan.